Het is uiteindelijk allemaal gelukt. Het was allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar in ieder geval in dit gesprek naar voren gekomen dat ik een sukkel ben. Een hele goede dag, dames en heren. En super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Even alle lampjes aanzetten. Ik heb heerlijk geslapen. Ik ben helemaal uitgerust. Ik heb een videootje geëdit zojuist. En ik wil jullie even wat uit gaan leggen. Want ik heb net gehoord, via een reactie op mijn YouTube video, dat iemand zegt, ik snap er helemaal geen reet van wat je nou eigenlijk doet bij de reizen. Nou, voor de mensen die me dus nog niet volgen op Instagram, die hadden dat natuurlijk dan inderdaad niet kunnen weten. En die me niet volgen op LinkedIn hadden niet kunnen weten. Maar volg me dan eventjes op Instagram. Hieronder staat mijn Instagram. Wat ik ga doen bij de reizen is eigenlijk heel erg simpel. Ik ga namelijk alles doen in de zin van content, sociale content, online content, presentatie, alles wat je maar kan verzinnen in de zin van het gezicht van de reizen. Dus ik denk dat jullie het misschien wel een beetje kunnen vergelijken met Corendon. Corendon van Corendon zijn dan dus als het ware het gezicht van Corendon. Zo, veel reclame voor hun trouwens op dit moment. Maar zo kun je het een beetje zien. Dat ga ik een beetje doen voor hun. Eigenlijk alles wat ermee te maken heeft om een uitstraling te geven, een gezicht te geven, een portret te geven aan D-reizen, ben ik dan. Alles wat daar ermee te maken heeft, zal ik in beeld verschijnen. Dat is best wel veel, dat zijn best wel veel dingen. We hebben nu 2 opnames gehad. Volgende week hebben we nog een opname. En zo gaat het eigenlijk de komende tijd zijn, dat ik elke week wel 1 opname heb voor D-reizen. Ook zal ik aanwezig zijn bij alle brainstorm sessies. En gaan we zelf samen super mooie content maken voor het bedrijf en het merk D-reizen. Lekker. Nu weer verder. Nou mensen, je hoort het. Er zijn mensen heel hard bezig om ons te woord te staan. We zijn aan het proberen om iets te regelen. En gaat allemaal zo ontzettend traag altijd met dit soort mensen. Maar ja, in ieder geval, ik heb tot nu toe heb ik echt lekker kunnen werken. Heel erg chill. En ik heb zojuist afgesproken dat ik vanavond ga sporten met Jasper. Dus dat is echt relaxed. En dit wil ik even laten zien. Maar deze hebben jullie natuurlijk al gezien. Deze thumbnail. Maar ik ben er heel erg trots op. Hij is toch wel een pareltje geworden hoor. Veel te episch voor wat het eigenlijk voor moet stellen. Maar ik vind hem prachtig. Nou jongens, half uurtje later. Het is uiteindelijk allemaal gelukt. Het was allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar in ieder geval in dit gesprek naar voren gekomen dat ik een sukkel ben. Dat ik langer studeer dan Jaro, die jonger is dan ik. Ze moest even een klein beetje binnenmonds grinniken. Omdat ik zei dat ik ouder was, maar ik nog een jaar ongeveer studeer. En Jago jonger is, maar nog 2 maanden studeert. Dus, dankjewel daarvoor voor deze eye-opening. En nu voel ik me nog kutter dan ik me al kon voelen. Nee, het gaat allemaal prima. We gaan zo meteen even lekker langs en gaan we alles regelen. A few moments later. Ja hoor, lekker. Gewoon weer een keertje samen koken. Goed visje. Zilvervisrijst en gilde groenten. Jongens, het is weer een topmaaltijd. Heel erg lekker. Nou, dit is wel een van de beste maaltijden die ik de laatste tijd heb gegeten voordat ik ging sporten. Lekker hoor. Beetje rijst, beetje vis, groentjes en een gezellig gezelschap. Nice. Nice. Let's go. Papa. 1, 2. Nou jongens, sport is goed gegaan en ik dacht maar meteen, ik ga even kwark halen. Ik moet natuurlijk ook eventjes eten na het sport, want ik heb echt weer zieke honger. Maar dan maar een beetje gezond. Zo, ik heb even heerlijk gedoucht en ik heb even lekker het kwark in de midden heb gewerkt. En nu kwam ik dus net achter, morgen is het dus OV-staak. En ik wist het wel en ik had wel verwacht dat het vervangend vervoer zou zijn. Maar er is dus letterlijk 0 openbaar vervoer. Helemaal niks. Dus, ik was eigenlijk van plan om morgen, ik ga tegen haakje staan, om morgen in de avond naar mijn broer toe te gaan, want ik moet om 7:45. Maar in ieder geval, dus dat is wel vervelend, dus ik moet even gaan uitzoeken morgen hoe ik dat ga doen. In ieder geval, ik ga nu wel lekker eventjes mezelf klaarmaken om naar bed te gaan. Dus ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. En dus, het vervolg van dit allemaal. Later. Dankjewel voor het kijken.